Anna van Balen, zo kennen ze Anna in Mol eigenlijk niet, hè? Anna van de Wolmolen, hè? Ja. Als ik tegen zijn moeder vertel, ik ben wel Anna van Balen geweest, dan zegt hij, wie is dat? Ja. Als ik zeg Anna van de Wolmolen... Dat kent allemaal me. Voilà. Je bent bekender als ik. Ja. Uiteraard krijgen we van de koning en de koningin krijgen we een brief. Mogen we ook een stukje een cadeautje kopen. En we hebben voor jou heel lekkere moppen, koeken. Dan kun je met alle bezoekers bij wijze van spreken ook met elkaar als je kaart een stukje delen. En dat is al een cadeautje dat we jullie heel graag willen aanbieden. Dus ik zou zeggen namens alle bewoners van Ten Hove, alle personeel en alle 36.000 Mollenaars nu, want dat hebben we ook juist bereikt sinds vorige maand die kaap, zou ik u van harte proficiat willen wensen. En misschien toch wel een klein applausje voor u, hè? Voilà, we hebben al veel 100-jarigen in Mol gehad, maar zo drie op een rij, alle drie, een hele dikke proficiat. Dank u wel. Zo zingt ze het, hè? Kunnen we vier altijd dan? Dames op de gezondheid, hè? Op de jarigen en de collega's. Vinden dat nog altijd lekker, Anna? Ja, ik vind het nog altijd heel lekker. Dat is heel belangrijk, want je bent al 10 jaar hier, schijnt. Ja. 10 jaar en 10 jaar gelukkig, ja. Herinnerde jij je nog de eerste dag dat je hier kwam? Ja, ja, nog heel goed. Want dat was nog in de oude blok, hè? Ja, ja. Eerste verdiep, tweede verdiep? Eerste verdiep, denk ik. Altijd bij de goede gezeten. Dan kun je eigenlijk hier het beste vergelijken, hè? De oude blok en al de nieuwe installaties hier. De nieuwe is best natuurlijk. Hè. En wat is eigenlijk het grootste verschil? Dat is niet veel verschil tussen. Nee. Je wordt nog altijd even goed gespanjeerd, zie ik. Ja. Zeg, maar wat is er eigenlijk gebeurd? Want het is zo'n schoon klerk, hè? Ah ja, maar ik ben gevallen. Ik zat in deze stoel en ik wil een potje oprapen op de grond. En ik val op mijn gezicht te rennen. Maar het doet niet zeer. En hoe zit het met kaarten eigenlijk? Wie wint er van jullie eigenlijk het meest? Oh, elk op tour, zo een trend, zo. Maar... En wat speelden jullie dan? Kaarten leggen. Zo, we beginnen met harten 7. En dan moeten ze zo aanvullen. En altijd 7 lengen en daarbij aanvullen. Zijn dat spelletjes die je van thuis uitgeleerd hebt? Ja, ja, dat heb ik van thuis geleerd. Was lang geleden, maar het gaat nog goed. En komen de kinderen regelmatig op bezoek? Ja, maar ik heb maar één dochter, maar die komt er regelmatig al een dag. Is toch ook plezant, hè? Ja, heel plezant, ja. En wat kijkt er dan nog naar uit? Nou, nou niks meer. Laat alles maar komen wat komen wilt. In elk geval, Anna, van harte proficiat, hè? Dank u wel.